Hoi, dit is Martijn van Hof voor Natuurkunde 5 VWO, hoofdstuk 15, relativiteit. Speciale relativiteitstheorie hebben we het over. In een vorige filmpje hebben we het al een keer gehad over het beginselen van een ruimte-tijddiagram tekenen. En daar is nu een nieuwe opgave van. En dit lichtkegel. En dat heeft te maken met de vorige, want toen hadden we ook een lijn getekend. Waarbij de snelheid van het licht werd aangehouden. En ook wereldlijnen. En anders moet je die even terugkijken. Een gebeurtenis in een ruimte-tijddiagram kan weergeven als een punt met een bepaalde plaats en tijd. Dus één gebeurtenis. In het ruimte-tijddiagram hieronder staan twee gebeurtenissen. A, die plaatsvindt door waarnemer 1. En gebeurtenis B, die plaatsvindt bij waarnemer 2. Waarnemer 1 en 2 staan allebei stil. Hoe zie je dat? Nou, kijk, we hadden het toen al over. Je ziet in de plaats is steeds 2, hè, dus 2 keer de lichtsnelheid. En 8 keer de lichtsnelheid. Dus hij blijft steeds bij elk tijdstip op dezelfde plek staan. Dus de wereldlijn, zoals die zwarte lijn wordt genoemd, wereldlijnen 1 en 2 lopen loodrecht omhoog, lopen recht omhoog, zo, maar je kan ook zeggen, verplaatsen niet, veranderen niet in de tijd. Veranderen niet in de tijd. Oké, B. Welke gebeurtenis vindt eerder plaats? Nou, dat kan je gewoon netjes aflezen, hè, met je geodriehoek die horizontaal houden. Misschien, kijk, als je een lineaal erbij houdt, maar die kan ik erin. Dan kan je die dat netjes keurig aflezen en dan zie je dat. Dat A eerder plaatsvindt. Dus A. B. A vindt plaats op t is 0,5 seconden en B vindt plaats op t is 3 seconden. Zo. C. Wanneer waarnemer 1 en 2 kunnen elkaar in de verte zien, beredeneren waarnemer 2 gebeurtenis A ziet. Of waarnemer 2 gebeurtenis A ziet voor of na gebeurtenis B. Nou, dus vanuit waarnemer 2 zie je. Kan je gewoon kijken, hè? Dus waarnemer 2 ziet gebeurtenis B. Maar wanneer is gebeurtenis A daar pas? En als je dan kijkt, dan zie je dat. Gebeurtenis A, als dat met de lichtsnelheid gebeurt. Want als je kijkt, even kijken of een mooie kleur en dan een lijn kan tekenen. Dat kan als het goed is. Ja, kan ik een mooie lijn tekenen. Dan zie je dat, A, die gebeurtenis begint met de lichtsnelheid. Die verplaatst zich naar 2 en wanneer ziet hij hem pas? Oh, dan moet ik hem wel iets lager tekenen. Want dan kan ik wel even met de pijltje beneden doen. Hoop ik. Met de muis. Nou, dat gaat niet helemaal perfect. Dat zie je al. Want hij springt. Maar. Dus dat haal ik even weg. Delete. Dus dan doe ik het gewoon met de hand. Je ziet dat die hier. Daar is, dus als ik zo terugkijk, dan lees dat daar af. Dus hier is A pas bij waarnemer 2. Terwijl hier bij waarnemer 2 ziet hij B. Dus waarnemer 2, C, waarnemer 2 ziet B op T is 3,0 seconden.
En de gebeurtenis van A zit hier op. En A op 6,5 seconden. D. Bij beide gebeurtenissen is een tijd ruimtediagram grijs gebied weergegeven. Dit wordt de lichtkegel genoemd. Nou, in het vorige filmpje hadden we al dat als we één stap opzij gaan en één stap omhoog, dat we dan de lichtsnelheid hadden. Toen hadden we een as getekend en die ging zo schuin. En ga ik toch nog een keer proberen om een lijn te tekenen. Kijken of ik hem daar kan tekenen. Nee. Maar dan hadden we een as getekend. Dat gaat niet. Een as getekend. Zo, die. Zo liep. En die had een steilheid van C. En dus je ziet ook dat die andere assen allemaal één hakje opzij gaan, één hokje omhoog. En dan heb je dus de snelheid, de lichtsnelheid. Dus sneller kan je niet gaan. Dus als je minder steil gaat, dus hieronder komt, dat kan niet. Want je kon volgens het postulaat kan niet sneller dan een lichtheid. Einstein postulaat, niets sneller dan C. Dat is de absolute snelheid, de grootste snelheid. Dus, leg uit wat de betekenis van de lichtkegel. Dus dat is het gebied waarin je waarneming kan nemen, het grijze gebied. Daarbuiten kan niet, omdat je dan sneller gaat dan het licht. Dus alleen gebeurtenissen. Alleen gebeurtenissen binnen lichtkegel waar te nemen. Precies het moment dat bij waarnemer 2 gebeurtenis B plaatsvindt, vindt op dezelfde plaats van waarnemer 1 gebeurtenis C plaats. Teken in diagram waar gebeurtenis C plaats. Teken in diagram gebeurtenis C en de bijbehorende lichtkegel. Nou, als je even een ander kleurtje. Ja. Dus C, hè, als het niet sneller kan gaan, maar het vindt tegelijk plaats. Dus als A plaatsvindt, dan gaat die gebeurtenis, die wordt waargenomen, die gaat met de lichtsnelheid richting de andere waarnemer. En precies zo ook bij B. Dus hier vindt C plaats, want het is tegelijk als A en B plaatsvinden. Dus dit is C. Sorry, ik zei fout. Sorry, ik zeg het fout. Ik moet even herstellen. Gumme. Want, even goed lezen. Het begint precies op het moment dat bij waarnemer 2 gebeurtenis B plaatsvindt. Vindt op de plaats van waarnemer A gebeurt. Dus op de plaats. Dus hier even goed lezen. Dus hij moet op de plaats, op de zwarte lijn vinden. Plaatsvinden. Dus als B bij 2 plaatsvindt, dat is op dit tijdstip. Oh, nu gaat er iets fout. Nee, kapper. Dat meen je niet. Dus, er ging iets fout. Ik weet niet waarom. Maar we gaan gewoon door. Dus op hier, daar is gebeurd, op dat tijdstip gebeurt, gebeurtenis B. En tegelijkertijd is dat ook gebeurtenis C. De plaats in E. Dus hier is C. En als ik dan een lichtkegel teken, dan moet ik met ook een hokje, en dat is eenvoudig, zo omhoog. En die kant ook netjes.
Hoppakee. Dus dat betekent dat alles plaatsvindt. Hè? Dus dit is de lichtkegel van C. En als er dan gevraagd wordt, teken het diagram gebeurtenis C en de bijbehorende lichtkegel. Die heb ik nou getekend. En alleen in dat diagrammetje zijn voor alle waarnemers, is C voor iedereen, voor waarnemer 1 en 2 te zien. Dus alleen in dit stukje is het voor, is gebeurtenis C voor waarnemer 1 en 2 te zien. Oké. Okay. Dus dit is E. Dan kan ik hier F maken. Dan heb ik misschien ook genoeg ruimte. F. En dan F. Op welke plaats zijn ze wel gebeurd? Is A, B en C lichtbaar? Oh, daar heb ik eigenlijk al op antwoord op gegeven. Dus alleen op dat blauwe gebied is A, B en C weer te gegeven. Hè? Dus, of in het rode gebied. Dus zie rode gebied. Rode gebied. Want dan is A, B en C waar te nemen voor beide waarnemers. En als ik naar het andere gebied ga, bijvoorbeeld even een ander kleurtje, het roze gebied, dit gebied is alleen voor, dan is alleen gebeurtenis A en B te zien. Voor de waarnemer 1 en 2. Dus niet echt een goed verschil, hè? Maar ja, dus ik zal het nog even een beetje goed maken. Dit gebiedje. En dat is ook daar natuurlijk. Dus zo kan je zien of een gebeurtenis door een waarnemer te zien is. Want het kan dus niet sneller dan het licht. Dus het kan niet buiten die lijn die onder een stijl uitgaat van één hokje naar rechts en één hokje omhoog. Of één hokje naar links kan natuurlijk ook. Dus buiten licht is het niet waar te nemen. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Sorry voor dat ik af en toe even moest stoppen omdat die op weg ging. Maar ik hoop dat het... dan moet je maar doorspoelen of hem op versneld afspelen zetten. Toedeloe!